behouden ze Tour de France, waar men natuurlijk kan rekenen op het vakantie-effect, dat men zo ver gek is van koers als dat hier het geval is. Zelfs like Bastenaken-Luik, Waalse Pijl zonder overdrijven, haalt nog geen zesde, geen zevende van het enthousiasme dat hier kolkt. Ja, José de Kouwer, jullie schrijven ook dat de koers eigenlijk ja, in ons zit, in ons bloed zit. Ja, dat is ook zo. En het mooie ook is aan die start van de Ronde van Vlaanderen, dan, nu vooral dan toch sinds die laatste jaren in Brugge daar, dat enorme podium en al die renners die daar komen, dat zelfs de grootste managers en mensen die al 30, 40 jaar in het vak zitten, daar nog met open ogen naartoe komen, dat gewoon ja, daar nogal verbaasd aan van hoe kan dat nu? Renners gaan daar met GoPro's naar boven komen, in hun handen, gsm's in hun handen om te filmen, daar waar ze tussen rijden, dat zie je in geen enkele andere wedstrijd. Renners zijn gewoon fier om daar te zijn op dat moment, om thuis te kunnen laten zien van kijk, wat een massa, want mensen kunnen dat niet zo bekijken natuurlijk, maar als je daar eenmaal boven staat, zie je ook diezelfde renners, zelfs goede renners, echt betere renners die toch al wel meegemaakt hebben. Ik heb daar renners gezien, Boucher bijvoorbeeld, die de laatste keer de Ronde van Vlaanderen kwam rijden, die wist dat het de laatste keer ging zijn, echt die alles gefilmd deed van A tot Z, achter de mensen, achter de coulissen, om dat toch maar later ooit eens te kunnen laten zien aan zijn kinderen die nu nog niet beseffen wat er Ronde van Vlaanderen is. Je acht het niet voor mogelijk. Als Armstrong dan toch eens startte in de ronde, dat was bij 3 à 4 graden Celsius, die ochtend rond een uur of 10. En toen stond daar op de eerste rij een meisje in bikini. De stripes onderaan en de stars bovenaan op de borsten. En dat geloof je niet, hè? Je maakt daar natuurlijk Armstrong attent op en hij nodigde haar dan uit op het podium. En dat wicht is op dat podium gekomen. Je wordt van minder warm, hè? Ja. Maar goed, het is een hoogdag, jullie schrijven ook. Het gras afrijden op Ronde van Vlaanderen, dag, dat doe je niet, dat is heilig schennis. Dan moet ik toegeven, dat was een ingestudeerd manoeuvre. Dat had toen te maken met die reeks over de ronde. Die fictiereeks. Dat was aangekondigd vooraf dat dat beeld er zou inzitten en dat zou gedraaid zijn vanuit de helikopter. En men had mij gezegd, niet helemaal precies, maar men had me ongeveer de contouren geschetst. En de regisseur van de reeks had mij gevraagd, doe daar op jouw manier wat mee. En betrek José daarin. Mm. En dat hebben we dan gedaan. En dat is dan in die reeks gekomen. Hè? Maar het was opgezet spel dan. Het was opgezet spel. Ja. Het is koers, hè? Ja. 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 Ik had er net een half uur over gehad, dus het is koers. Ja. Is toch simpel?